Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Triple Survival. En vandaag gaan we de voorbereiding doen voor de livestream. Want morgen is er een livestream. Morgen in de voormiddag. Toch? Ja. Ja. Die zeggen ze niks. Oké, hoe hoog moet die muur hier zijn? 1, 2, 3. Deze muur is hier 1, 2, 3, 4, 5 hoog. Deze hier ook 5. 1, 2, 3, 5, ja. Ja, ik denk dat hier ook 5. Misschien moet nog 2 laagjes bovenop. Dan moet de toren ook nog hoger worden. Ja. Het is hier echt mooi, als hier ook... Wacht, laat dat even staan, laat dat even staan. Ik ga even, ik ga naar die kant. Nog 2 blokjes moeten bovenop, hè. Ja. Onze kerst. Want trouwens... Ik denk dat we nog al die muren ooit moeten gaan decoreren, hè, met verschillende soorten blokken. Ja, dat gaat echt een pijn worden. Wat moet ik nu doen? Een trap, man. Dat heb ik al gemaakt. De dak maken. De dak. Je moet niet helemaal afzetten. Daar heb ik geen hout voor. Ja. Wat moet je dan doen? Als er geen hout is. Ja. Proficiat, Axel. Dankjewel, Axel, dat ik het ga doen. Onze tent ziet er echt mooi van hier, maar er zijn nog heel veel kale plekken. Zoals jullie in de tent. Ik denk dat ik zo'n wind moet maken. Zoals heel veel kale plekken. Opzien in zijn hoofd. Oh, nee. Ja, windmolen misschien kunnen we maken. Kijk, ik weet al zo'n oude Hollandse windmolen zo. Maar het is echt gewoon alleen maar ei omdat die Holland zegt. Maar wat er mis. Met Nederland eigenlijk. Ja, nee, maar het is gewoon zo. Het is een moderne witte mannen. Ah ja, een moderne witte windmolen past echt bij dit huis. Dat bestaat denk ik. Bestaat. Elke windmolen is toch zo gebouwd? Zo een beetje ouderwetsachtig. Nee. Zet jij ooit op de E40 geweest? Ik ben ooit buiten geweest. Ja, heb je nog een van die supergrote windmolens gezien, van die witte? Ik woon... Ja, ik weet niet. Bruh! Ik weet het, serieus. Ik heb nou nooit wij echt een windmolen gezien. In de lagere school, in het vijfde en het zesde, dus ik denk in het vijfde juli en het zesde, zijn we naar een windmolen geweest. En was dat niet het middelbaar? Was het niet het middelbaar? Nee, nee. Ik zit daar in het zesde deel naartoe geweest, samen met mij. Bruh, Axel, man. Je zit er geweest. Je zit er zelfs in geweest. Oh, daar, ja. Oh, ja, ja. Dat is een witte windmolen. Ik heb gisteren nog zo'n witte windmolen gebouwd in Minecraft. En toen hebben we heel veel endcrystals op elkaar gezet. En ja, toen ben ik 40.000 blokken in de lucht gevlogen. Sorry. Dat duurde bijna 10 minuten voor ik beneden geraak, hè. Bye. Ik heb dat ook gepost of het hier naar ging gaan. Gepost. Nee. Oh, jij kijkt niet naar wat ik. Ja, wel, heb je. Ja, maar dat duurde echt heel lang, hè. Want je kunt met pistons en crystals op elkaar zetten. Waarom moet je daar nu overlopen? Ik zoek een plaats om naar beneden te gaan. Daar. Nee, ik weet al waar. Gaan we een dakterras maken? Ja, moet de toren nu ook niet eigenlijk een stuk hoger? Ja, eigenlijk wel. Ik wil eigenlijk van de toren zo onze village dingen maken, want we hebben daar nu ook onze zombie villagers zeker? Toch bijna allemaal. Gerard niet, Gerard is speciaal. Ja. Yeah, yeah! Gerard was stout, hij is opgesloten. Maar ik kom bij dit naar boven. Oké. Okay. Maarten de big brain doe. Zo. Ik heb wel geen pickaxe om deze blok hier weg te halen. Dat zal ik wel doen. Ah, ik vind het echt zonde dat ik zo'n super goede gear heb, maar ik kan dat niet gebruiken. Wat zal er gebeuren? Misschien een poepje naar beneden van. Ik kan leef genoeg, denk ik. Probeer. Verder? Nu, jij denkt dat ik doodga en ik denk dat ik nog leef. Ja. Ja.
Hoeveel hagen zet jij nog? 4,5. Van de, hoeveel had jij er? Van de max. Van de max? Max is aan het slapen achter mij. Oh, wat een cute kat. Hij is zo fat. Hij is zo fat. Maar ik kat. Normaal had ik dat veel beter doen, want ik heb echt... Op mijn dag, op mijn emmer, op mijn... Net als hij zei, had ik protection 4, en op mijn leggings had ik denk ik protection 2, op mijn boezel had ik denk ik protection 3. Dat is wel veel protection hoor. Waar zie jij in deze blokken mee? Ja, heb je! Of niet? Hoe hoog moet hij nog zijn? Nog 2 hoger denk ik, want zo valt hij niet op. Is 4 stacks genoeg? Nee. Logs of? ja, logs. Ik probeer. Nee. Vertrouw me. Ik heb dat aangekomen. Ik hou dan nu al. Jee, wat regen. Spanna rule the land. Welk lied waren we vorige week aan het zingen? Shut up and dance with me. This moment is my destiny. She said, shut up. De toren moet nog een laagje erbij krijgen. Ja, sowieso nog. Ja, maar nee, wat je nu ziet is goed, maar aan de andere kant zijn die blokken daar gewoon niet. Hier. Oh ja, het moet eigenlijk nog mooi iets hoger. Oh, waar is dus mijn kat te vinden dat we zo winnen? Hoor je haar? Hem. Ja. Oh, arme Max. Zou ik nu hier kunnen wensen? By the way, ik mishandel mijn katten niet. Die wordt zeker nu niet op dit moment gemishandeld in de kelder. Maar jongen, die zit achter mij, naar buiten te kijken. Ik zit nu langzaam. Ik zit nu langzaam, dat raakt even uit. En Max. Hoe voelt er om een video te zijn? Ik kom eens een kom opschudden. Leuk. Ja. Ik zat zo eergisteren, zat ik gewoon in de avond, gewoon in de zetel, zoals een normaal mens. En toen kwam mijn kat naar me toe. Toen duwde hij zijn kont terecht in mijn gezicht. Daarna nog eens. Oeh. En ik was zo heerlijk zo, ja, snap je? Lekker hoor. Stom dan niet een klein beetje. Tot iedereen toch? Ja, jij wel, Axel, jij wel. Nee. Ik ga alle bedden even vervoeren naar de nether. Je moet hier even ook fakkels beginnen te zetten, denk ik. Doe jij maar. Te lui. Ik ben aan het bouwen. Ik ben ook te lui. Axel, jij lui chatten? Lui chatten. Ik ben niet lui. Toch ben je lui. Nee. Je bent een leier chatha. Wat is dat eigenlijk? Oh, pillagers buiten, pillagers! Ik ben in de nether, wow! Kun je wel alleen aan. Oh, je zit op de toren. Ik ben aan het smijten, bro. Maar nu ga ik weer bad omen krijgen. Ik huts die kill wel voor u. Yay! Axel is niet de bad omen. Ja, maar hier is een wandering trader. Zie die ook maar af. Het is invisible. Waarom staat hier een ezel in de nether? Die staat er al altijd. Ja, echt zo lang. Waarom heeft hij geen naam? Omdat we geen nametag gaan spelen. We hebben er 50 miljoen. Alsnog. We moeten die eigenlijk hebben voor de villagers. Maar waarom gaat die domme ezel nu niet weg? Je probeert die dingen in de kist. Dit is de laatste laag. Of gaan we onze toren tot 100 blokken doen? Nee. Hoe hoog is dat nog? Nog drie blokken. Ja, dat wel. Ja, doe gewoon. Niet aan ons denken, gewoon doen. Of niet, wat?
Als we het nu zo later gaan, kunnen we nog een dakje erop zetten van slabs. En dan is hij precies het hoogste punt 100 blokken. Oh, stoer. Wat als? De map zei juist te sluiten. Gaan we slapen? Stereo, kom slapen, maar het hoeft er niet te zijn. Het is in de nether. Ik kom terug. So we back in the nether. God of nethers. Oh, ooh. Ik ga in de schrijven bedje slapen. We doen eigenlijk al beef. Erwin Janssens, ga slapen. Ik zei dab allebei, Axel dab, en maakte dab, dab. Zo'n rare glitch van Minecraft. Maar ik wil ook eens kijken, Axel slapen. Ah ja. Oh, wat gebeurt er buiten? Iedereen verbrandt. Het zag er heel raar uit. Maakt het ook een beetje raar. Serieus, ga weg. Ik wil deze kist kapot maken, dan pak jij weer meer dan de helft van de bed. Oké, wacht. Wat is ik maak? Mijn fatkat. Waar is Zorro eigenlijk? Is Zorro een dead cat? Oeh, je eigen kat dead. Nee, mijn kat is niet dead. Serieus, als je een kat te fluisteren, maar kattenvermoorderaar. Kattenvermoorderaar. Big Brain, maar de... Big Brain Nederland, I know. Wie is hier meer Big Brain? Mijn kat of Maarten? Wie is meer Big Brain? Ik kat. De meeste katten zijn slimmer, serieel. Maar ik ben de slimste. Dat is niet waar. Rapport, jongen. Wow! We gaan niet praten over rapport, hebben ze op een video. Dat is privé van iedereen. Ik had een 10 op 10 op Engels. Wow! Stoer. Sorry, ik zou zo wel kunnen terugflexen, man. Weet je wat? Ik had een 11 op 10. Serieus, wat is je punt op Frans? Goed. Je werd altijd zo blij dat je niet gebuist werd. Wie zijn nu niet blij als je niet gebuist werd? Ik woon in mijn klas. Ik heb nog wel hout. Ik heb heel veel hout. Please, ik heb dat nog niet voor het dak. Ik heb dat ook nodig voor het dak. Hond, ga hakken. Ik heb ook vier stacks moeten hakken. Hey jij jong, stinkende hond. It's when I rule the lion. It's when I rule the dog. Martin ruling the lion. Jingle bells rock. We moeten het Harry Potter Christmas liedje zingen. Nee, dat is niet alles beter. Jingle bells and bridge bells, losers all the way. Losers go away. Dat was het. Jingle bells, Voldy's not, Hogwarts all the way. Hey! Maar er zijn nu net dat Draco's hot is, hè? Maar er zijn nu net... Dat een mannelijk karakter in de film hot is aan Maarten. Dat nu zit wel... in het liedje. Nu zit je wel geëxposed, hè. Oké, dan zal ik vanaf nu het liedje aanpassen. Maar wie is er hot in die film? Dumbledore. Maar laat het nu zijn. Zullen we even achtergelijk, hè? Ik moet een kopje strijken. Maar hoezo, dat met Lely bestaat niet eens echt. Ja, maar dat is wel gemaakt door een echt persoon, hè. Ik heb dat gezien op TikTok, 3 jaar geleden of zo. Het liedje Wij zijn dood, officieel dood, hebben wij het ook gemaakt? Ja, maar daar heb ik geen patent op, hè. Wij zijn dood, officieel dood. En trouwens, ik heb dat gemaakt, is er gewoon mee. Dus nu moet Maarten u geld geven. Ja, nee, ik heb daar geen patent op, ik kan daar geen geld voor vragen. Ik hoop dat je me schieten, Maarten. Doe eens iets nuttigs. Wow! Als je om een dek wordt geroerd? Serio? Ja. Zwijg jouw lip. Ach, moet ik mijn lip zwijgen of moet Maarten zijn lip zwijgen? Uh,
Pas op, hè. Ik heb een spinnenoog en twee botten. Ik heb een axe die plus 11 attack damage heeft. Ik heb een zwaard die plus 13 attack damage heeft. Ik heb de macht om je buiten te smijten, misschien dat gamekanaal. Ik heb de macht om Cyril helemaal kapot te maken via social media. Ik heb de macht om haar te blokken op social media. Ik heb de macht om ervoor te zorgen dat iedereen op Hospital Centrum denkt dat Cyril elke dag kak in zijn broek. Is mijn secret. Want ik ben de baas van Hospital Rumors. Oh? Nee, dat is niet waar. Weet dat maar wel. Wel stoer zijn. Nu ben ik nog altijd op 98. Nee, moet het dak maken, dat ik precies op 100 uitkom, maar dat is moeilijk met slaps hoor. Uh-huh. Ik moet even iets gaan doen, hè. Oké, ja. Oké, dat is niet dat we gaan praten, hè. Ik doe het altijd per ongeluk. Altijd als iemand zegt van, ik ga weg, ik vergeet dat zo na 2 minuten en dan begin ik zo te praten. En dan komt hij terug zo van, wat gaan zeggen, ik was wel weg, hè. En ik zeg van, oh, bruh. Nu ben ik mezelf aan het exposen op de internet. De internet, ja. Maar nu heb ik hout gehaald, nu heb ik nog niet genoeg. Maar, ah, wee, ach zo. Ben je überhaupt ooit weg geweest, Maarten? Nee. Kut ze vanaf. Goed serieus. Poep er vanaf. Yeah, yeah. Oh, de trap is deze kant op. Het is goed, Maarten. Wie is er hot in die film, hè? Maar zwijg! Kan niemand iets schelen, man. Nee, wel. Niet mee. Zwijg, doe vuile lip. En waarom zitten er zoveel dingen in de mod dropkist? Just your smells. Just like your smells, die zijn klopt niet, ja. Dat betekent, omdat jij bent, stinkt. Erwin Janssens is een vuile nerd. Dat is waardig. Maarten is heel onaardig. Maarten, stop, man. Wat was mijn kat allemaal aan het doen? Maar jij blokkeert mijn dingen en dan stil gewoon nog mijn paard en mijn ezel. Ik een donkie aan het paard. Nu gaat Maarten weer huisjes dingen doen. Tijd te brommen. Dus heeft hij al iets nuttigs gedaan deze video? Mijn ezel is een hele leven. Wat? Die zijn klopte niet, hè? En waarom niet? Aarzelvaart, wat heeft Maarten nog gedaan in deze video? Dat heeft Maarten niet. Nuttig gedaan? Al heel zijn leven? Wat is dat voor een antwoord? Dat moet een vraag zijn. Wat? Laat maar. Fout in Nederland. We zullen ook al beginnen over die Engels. I can speak English very good. Wow, wacht, ik ben heel even weg. Mijn kat is echt allemaal dingen aan het afbreken of zo. I see. Heb ik nog genoeg hout? I hope. Ooh, look at me, I'm the king of the. Zeg eens aan het Engels. Mijn kat is heel erg lui. Hij slaapt de hele dag. My cat is very lazy. En dan hij slaapt de hele dag. He's sleeping all day long. Nee, he sleeps all day. Dat is een hele grote werkwoordfout. Can there please be anybody who kills this nerd? Aw, jokey. Is there please anybody who can kill this nerd? I said that. Ja, maar jij zei het verkeerd. Very loudly. Ben er weer. Niks belangrijks met buiten maar dat die aan de zon maken zijn. Dat we altijd doen. Ja.
Kom aan, donkey, we gaan achter hem aan. Raakt hier eigenlijk op? Man, die skeletten hier, man. En al die babyzombies, en al die creepers. Waarom heb jij dat blok dicht gedaan? Ik heb een creeper bij mijn donkey. Kom, donkey, we gaan weg. Is die creeper een blok? Misschien. Maar ik heb hem niet gezien, hij stond in vuur. Nee, die creeper is niet een blok. Die is op een of andere manier teruggevoerd naar achter mij. Maar ik ga hem kunnen killen. Maarten smelt. 5, 6. 5, 6, 7, jingle bells, all the way. Maar dat is ook wel gemaakt door een echt persoon, hè. Dat is ook wel waar. We mogen eigenlijk zowel geen liedjes zeggen. Nee, weet je dat je zelfs niet happy birthday mogen zingen het openbaar? Echt? Ja. Zo, wie heeft dat gemaakt? Dat weet ik niet. How would I know? Die man heeft wel een liedje uitgevonden dat elk jaar wordt gebruikt, elke dag. Dus niet omdat je iets geluid is, dat elke dag wordt geluid dat je dat heel geld mee verdient. Bijvoorbeeld de man met de smile, die denkt zomaar 70 euro gekregen en daarna niks meer. Duizenden van de smiley, hè. Is dat letterlijk zo iemand? Happy birthday, man. Happy birthday, man. Happy birthday. Wanneer is happy birthday, man, zijn birthday? Hoe heet dat? Misschien is hij al dood. Dat is nu altijd een verjaardag. Misschien omdat ik dood zit dat ik dan geen verjaardag meer heb dan. Who sings happy birthday to happy birthday? Best happy birthday song. Is dit 100? Nee. We gaan niet happy birthday to you. Oh, het is dag. Yay. Terug slapen. Didn't ask, don't care. I'm just working on this now. Oh, twee creepers. Het is bijna af, Axel, ik kom. En niet daar naar beneden gaan. Er staan twee creepers op de trap. En een zombie. Oké, ze zijn dood. I love you. Happy birthday to your stick in the cup. Oké, het is een beetje oneven, maar ik kan het even maken. Oké, we moeten hier snel torchjes zetten. Straks zetten we nog een creeper boom boom doen, hè. Boom 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 boom. Boom. I want you in my dat is ook de copyright! Stoppen! Wacht, het is hier bijna af. Ik kom nog niet slapen tot het hier af is. Maar dan laat Donkey zelfs lopen. Is er nog eens een kot daar? Door Lazy, we gaan samen met Donkey naar het dak. Ja, het toppunt van ons kasteel is 100 blokken. Hoi. Ja, niet 100 blokken, 100 i. Want ons kasteel is gebouwd op 70 i dus. Ik doe al een dutje. Ja, boom, 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 boom. Ik doe allen de chat. Zo, de naam moet hier naar Game Channel. De copyright zijn, nee, dat kan niet. Ja, we zoeken tegen zo morgen een brief van een advocaat. Ja, het Geniaal Game Channel is gecopyright. Het Geniaal Kanaal, dat kon ik niet nemen, dat was wat ik op heb. Maar dat wou ik nooit. Wat klinkt nu beter, het Geniaal Kanaal of het Geniaal Game Kanaal? Het Geniaal Game Kanaal. Ja, man. Maar wat klinkt beter, het Geniaal Game Kanaal of het Geniaal Game Kanaal? Het Geniaal. Ja, dank je. Oh, Max, ben je bijna aan het slapen? Het Geniaal Game Kanaal. Het Geniaal Game Kanaal. Natuurlijk, dat is struikel, ik. Oké, ik wil de torens van buiten gaan bekijken. Precies op 100 i. Moet ik en Axel nu zeggen gamma? Nee. Als ik zeg ik ga die toren bekijken, dan ga ik die toren bekijken. Oh mijn god, ik ben al mee, ben daar af heen gevallen. We moeten het eens dichtmaken. Nee, we moeten dat eens gaan exploren. Kom. Maar niet, nee. Bro, de toren is echt lelijk! Die punt kun je niet zien vanaf hier. Je kunt die punt alleen maar zien als je er vlak lang staat. Als je erop staat. Kijk! Ik heb er een heel klein punt op gemaakt. Want dat ziet je niet. Kijk naar het ding. Zo,
Seth Jansen is in the house. Yeah. Yeah. What you gonna do about that, mama? Zo doen. Oh. Axelman, je hebt hem in de fik steken! Net Spanten. Oh nee, dat is ook een copyright. Waarom is dat geen copyright? Oh. Is er iets niet gecopyright? We moeten. Wij zijn dood. Ja, daar staan. Officieel. Je ziet hier ook copyright, hè? Ja, zoals die gamers die op dat ze van. Kent je dat niet? Nee. Ik ben aan het twijfelen. Doe je echt op alles, hè? Krijg je copyright als je neuriet, als je een liedje neuriet? Ik denk wel. Als ze dat liedje kunnen herkennen, waarschijnlijk wel. Ja. Herken je dit lied? Ja. Ja. Of deze. Ja. Of. Nee? Ik weet niet of ik dat ken. Het klonk eerder alsof je even drank op dat einde. Ja. Wacht, dat is wel. Ik weet niet of ik foto's heb. Oh, die is echt aan het stikken of zo, hè? Ik ga even zien of jullie OG's zijn. Kennen jullie dit liedje? Now, this is a story all about how my life got turned upside down. Nee. Kennen jullie The Prince of Bel-Air niet? Nee, ik denk het niet. Hoe dik is die man? Niet. Ik weet een keer dat zo, zo, mijn broer zo'n video op mijn was. Een video op mijn was. Opname, met een van zijn vrienden. En, een van die vrienden die had zo muziek opgezet. En mijn broer zei zo: ga eens naar die video kijken. En ik was zo gaan kijken. Die stond van deze video is gecopyright. Funny thing of my whole life. Dus dat kon je niet meer bekijken? Nee. Is gewoon gehut van YouTube. Dus ja, zo ziet je maar. Ook al weet YouTube. Verdient je geen geld, copyright claims zijn. Ja, maar hoe kunnen die mensen dat weten? Ja, dat is zo'n detective system, hè? Dat is zo'n computer, hè. Ik denk dat elke dag zo 500 mensen op YouTube elke video gaan kijken die ze tegenkomen. Ik had zo eentje over de Sims dat ik ooit zo een aflevering gemaakt. Aflevering uit muziek. Maar. Dus ik had er niet voor nagedacht. Maar blijkbaar, dat is echt goed. Want je hoorde de muziek niet eens. Oh, gelukkig. We zijn er letterlijk de Sims. Met muziek, maar je hoort hem niet. Leuk. Oh, coole video dan. Ja. Dat is wel echt goed. Anders kon hij er niet op gaan. Maar niemand kijkt in de video, dat is zo erg. Dat niet. No, 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 no! Heb je een pickaxe? Laat hem daar dan in. Nee, dat is te erg. We moeten Iron Boar zetten, dat is nog erger om te haken. Oh, schellig. Obsidian. Oh. Of staat er weer in mijn bedrock box? In een bedrock box. In een bedrock box. Je moet hem wel nog kunnen zien, hè. Axel, ik zou maar oppassen hoe die was. Axel, met de skills. Ik zal je helpen. Hey, wie was dat? Dat was Maarten! Zit je dood? Ik ben niet serieus met level nee. Nu. Dat was toch al bijna, hè? Ik heb 4 haartjes. Ah, oké, dat is niet bijna. This is a story all about how my life got through the psalm. Ja, jullie dat niet kennen, man. Copyright. Ah ja, copyright. Volgens mij gaat Axel mij beschieten. Axel, je hebt het gedaan, hè? Daardoor ga ik niet. Nee, maar Maarten heeft mij al 2 keer beschoten zonder reden, dus. Eigenlijk, misschien moeten we. Dit dag moeten we toch afbreken. We gingen toch zo'n andere dag doen, maar zo van die slaps. Mm.
maar waarom zeg je dat nu? Maar dat is dan dat ik er op kom, maar dat was toch zo? Ja. Zo in die ene test weer hadden we toch zo gemaakt? Oh ja, oh, ja. Dat dak. Ik zal je helpen. Ik ga al beginnen. Ja, dit zullen we doen off-camera. Tot de volgende, beste kikkertjes. Ploppetje, ploppetje, plop.